En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een schuld. Wat doet u met Sinterklaas? Dat vier ik met mijn familie. Ik denk dat Sinterklaas bij ons op bezoek komt, toch? Eigenlijk niet zoveel. Want we hebben een zoontje van 2,5. En die doet op school Sinterklaas vieren. En met oma gaat hij een dagje mee. En wij zijn meer voor de kerst. Vieren jullie thuis Sinterklaas? Ja. Niet. Helemaal niet? Helemaal niet, nee. Wij vieren kerst gewoon heel groot. Wel, avondje met pakjes en alles, ja. Hoe vieren jullie dat? Met loodjes trekken. Klein, wel overdag. En met een grote zak cadeautjes. Met de kleinkinderen. We hebben drie kleinkinderen. Maar die zien al 11 en 12 jaar, die doen er niet zoveel aan. Die doen maar kerst. Hey. Onze kleinkinderen zijn al 14, 16, 18 en... Dus kerstmis eigenlijk. Ja. Met mijn twee dochters. Eén dochter van 3,5. Je kunt die jongen tegenwoordig maar beter geld geven. Dan kunnen ze iets sparen, dan kunnen ze iets groots kopen. Ik moet nog even denken hoe ik het ga inkleden. Heb je je schoentje al mogen zetten? Ja. Wat doe je erin voor het paard? Een appel en een tekening. Niks. En wat zat er 's ochtends in jouw schoen? Een chocoladekalender. Pepernootjes. Lekker of niet? Wel.